Hun liefde maakte te veel lawaai. En het zou niet lang duren voor zij het brullend beest weer wakker maakte in de harten van de mens. Ik heb je nog eens gezien. Waar? Op het mis een keer, bij de paardenmolen. Hij heeft geen goeiedag gezegd. Tuurlijk niet. Wanneer was dat? Oh, je kinderen waren zo en zo en eentje zo. Zo lang geleden. Ik schrok. 100.000 spelden in mijn nek en het vel van mijn rug. Tegenwoordig moet ik op mijn tippen staan om ze een kus te geven. En nog altijd 3? 5. Ha, zo blijf je in vorm. En jij? Geen één. Jammer. Ik was een tijd lang nieuwsgierig naar mezelf als vader, maar wat je nooit gekend hebt, kan je ook niet missen. Nee, dit mag ik niet zeggen. Was dat je man? Weet ik niet. Groot, sterk denk ik. Donker, dikke wenkbrauwen. Ja, dat was hem. Was? Was, ja. Oh, wat spijt me. Hoeft niet. Heb ik nooit begrepen wat spijt met dood te maken heeft. Dus jij bent niet met Alphonse getrouwd? Alphonse van Parijs. Waarom? Nee. Hield je van hem? Van je man bedoel ik. Wat? Laat maar. Nee, ik wil het echt wel zeggen. Nee, ik wil het niet horen. Daarnet vond ik dat ik het moest vragen. Het leek me gepast op de een of andere manier. Want dan ook nog. Op dit moment. Maar als ik het mezelf hoorde vragen, dan klonk het ineens niet meer zo gepast. Ja. Het antwoord is ja. Het was een brave man. Ik hield van hem. Misschien niet meteen heel erg, maar hij was een volhouder. Hij kon zich ergens in vastbijten. Hij weet zich vast te helpen. Bij wijze van spreken. Niet zo aan. Niet zeggen. Jij was... Niet! Die nacht in het warme gras. Niet zeggen, zeg ik toch? Het was niet moeilijk om van hem te houden. Hij was veel weg. Wat deed hij? Hij kocht bomen voor een luciferfabriek. Bomen voor lucifers? Ja. En was hij ziek? Nee. Een ongeluk? Min of meer. Min of meer een ongeluk? Hij is in slaap gevallen, zat te dicht bij de kachel, was in brand gevlogen, stond zat denk ik en is nu vanzelf op. Allee, zoals ik zeg, beginnen branden. Schijnt te kunnen, wist ik ook niet. Dat is min of meer een ongeluk. Je mag lachen. Nee. Het is toch grappig voor iemand die bomen koopt voor een luciferfabriek. Ja. Ik heb er zelf ook heel erg om gelachen. Niet direct natuurlijk, maar toch al vrij snel eigenlijk. Dus, lach gerust. Straks misschien. Het vreemde was dat er verder niks verbrand was. Alleen hij en de stoel waarin hij zat. Een rokende hoop midden in de kamer. En verder was alles nog zoals het altijd was. Alleen rokend, alsof er iemand spek gebakken had. Het was ook logisch dat het er naar spek rook natuurlijk. Moet je nu niet lachen? Nee, ja. En jij en de liefde? Oh, hier en daar, links en rechts. Niks vast. Soms een tijdje, iets, beetje vast. een simpel pakje rammel verdienen. De moeder van de jongen jammerde de dagen aan elkaar. Een hele straat jammerde weer. Bij de bakker vloog een steen in het raam. Bij de beenholler werd het varkensschrot aan de deur gesmeerd. In de straat werden weer hardop namen gefluisterd die lang niet waren gehoord. Fortunaar van de Broek bijvoorbeeld, die op een ochtend lang geleden dreef in het water van de beek. Zijn gezicht naar beneden en zijn verliefd. En van Jan van Est, de beste tuba-speler die Sint-Brigida ooit had gehad, die nog een ochtend laat onder de stekelhaar van de bremsteen lag met een snoeischaar in zijn buik. De vader van het meisje had schrik dat het beest weer wakker werd. Hij besliste snel. Er zou getrouwd worden met Alphonse van Parijs nog voor de zomer rond was. De jongen en het meisje gingen naar de enige in het dorp die hun kon helpen. De pastoor. Hij was de enige in het dorp die geen mop was, zonder een zij te zijn. Omdat hij niet van het dorp was. Hij stond boven de partij, zei hij altijd, als je weer eens belangrijk wou klinken. Hij vond het niet erg dat de kinderen hem pastoor genoemden, want hij diende God, maar ook de mens. Zijn droom was een kiosk bouwen op het plein voor de kerk. En dat plein zou dan de eendracht heten. En Sint-Brigida en de Koninklijke Harmonie zouden broederlijk op de kiosk hun muziek blazen. Maar het was een doodgeboren droom. Er was geen geld om te bouwen, niet bij de bokken en ook niet bij de geit. Maar pastoor, bleef maar door te doen, want liefde was zijn doel.